Hey Bart Ab. Hey. Kan ik eigenlijk eens Bart Ab tegen iemand zeggen, maar... jij, hoe heet je echt? Zeg dat eerst maar even. Kieren Roelofs. Dag Kieren Roelofs. Maar jij bent ook een brouwer, een bierbrouwer. Ja, en je noemt jezelf Brewery Bart Ab, zeg ik het goed? Bart Ab Brewing. Kijk, net andersom. Ja. Maar dat is een grappige naam, maar... Jij werkt vanuit de stadbrouwerij Middenburg. Ja, klopt. Kan je eens vertellen wat voor voelt? Want je hebt een eigen bier ontwikkeld. Ja. Ik ben zelf al een jaar of vier thuisbrouwer. En heel veel bieren gebruikt. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk al mijn bieren langs gaan brengen bij Jacco en bij Kees. En gevraagd van, nou, wat vinden jullie nou van? Hou je niet terug. Gewoon zeggen wat je ervan vindt. Als het niet lekker is, is het ook goed. En als het goed is het goed, hè? Ja, precies. Dus zodoende eigenlijk. En op een gegeven moment zei ik ook van, ja, wanneer ga je nou je eigen bier brouwen? Dus toen ben ik gaan denken. Toen dacht ik van, ja, dat is toch wel een goed idee. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Maar nu heb je, en dat vind ik best een beetje gek, je hebt een, hier staat hij. Die ga je vanavond presenteren in de stadbrouwerij. Ja. Om 7 uur is er een feestje. Klopt. Maar dat is een uitmuntend heet hij, maar het is een muntthee-bier, ja, of niet? Het is een pale ale met muntthee. Maar het eerste wat er bij mij opkomt is, dat is toch niet te zuipen? Ja, dat is wel leuk, want dat dachten wij ook toen wij gingen testen. Uh-huh. Hebben we meerdere theesoorten geprobeerd en uiteindelijk, ja, de munthee die is daar als allerbeste uitgekomen. En je vindt het wel degelijk lekker? Ja, zeker, zeker. Nou, dan goed ga ik even Barman Harris. Yeah. Zou jij die eens even open willen maken? En, Zal ik het heel eerlijk gezegd, geloof ik, mooi doen. Heb jij hem nog eens geproefd? Nee, nog niet. Ik ben benieuwd. En een Hoplala glas en een 77 glas. 77 glas. Maar waarom staat hij in 17? Gaan jullie dat verkopen of is dat nog niet bekend? Weten we nog niet. Dus we moeten eerst nog natuurlijk even proeven. Ja. Dan moet ik eventjes... hop! Eerst even ruiken. Ah, hij ruikt nog niet. Ja, zeker. Nou, proost. Jij bent half Nieuw-Zeelands? Ja, klopt. Zeg je daar en zeg je dan gewoon cheers? Of wat? Ja, cheers. Even proeven. En? Is de vrouw bier of niet? Ja. Ik herken niet meteen de munt erin, maar ik vind hem niet vies. Wil ik eens even proeven? Gelukkig. Kijk, dan kan ik even zijn gelaat. Je mag eerlijk zijn, hè? Het is wel goed te doen op zich. Ja? Op zich? Ja, lekker. Het is gewoon goed wat je zegt. Ja, gelukkig. Wel of niet, het is gewoon wel doen. Ja, daar gaat het om, hè. Maar Bart Ab, wat gaat dat biertje kosten? En gaat die grote oplage zoeken? Kan je er nog iets over zeggen? Vanavond gaat die 4 euro kosten. Okay. En dat is onze introductieprijs. En daarna in principe is het dan alle cafés en restaurants om zelf een prijs te bepalen. Je gaat het echt een heel Middelburg verspreiden of zelfs ook naar buiten ofzo? Ik hoop het wel. Oké, okay. Dat gaat allemaal net beginnen. Ja. En dat doe je samen met de andere Middelburgse bierbrouwers, ga je de distributie en reclame een beetje maken? Nee, in principe doen we dat allemaal zelf. Oké. Okay. Ja, natuurlijk wel een beetje via Jacco en Marja, omdat we daar natuurlijk brouwen. Ja. Maar ja. Maar met hoeveel liter begin je dan? Eerst met 500 liter ofzo? Ja. Oké, okay, super. Ja. En de laatste vraag, hoe sterk is het biertje? 6,5. Oké, okay, dus lekker drinkbaar. Kan ongeveer 10 op, dan gaat het nog net. Ja, zoiets. Oké, okay, nou, hey, dankjewel voor de toelichting. Leuk om even kennis te maken. Geen probleem. Bart Ab, dat gaan we dan onthouden, die naam. Dat is een mooie naam. Is goed. Oké, okay, hey, succes vanavond. Dankjewel, hè.